uitwerking, buigen met enkel spleet, opdracht behoren bij het examen VVO 2016, tijdvak 2. Nou, buiging enkel spleet, lees even door. Ja, de buiging heb je gehad. En het is inderdaad dat je dus dat het licht in feite naar buiten toe buigt. Ja, als het door een spleet komt. En gevraagd wordt, leg uit waarom in de punten A en B de lichtintensiteit 0 is en je moet het begrip interferentie gebruiken. Nou, eventjes een beetje ruimte maken. Nou, begrip interferentie moet je gebruiken, dus geef aan wat interferentie is. Ja, interferentie, het beïnvloeden van twee of meer golven. En hoe beïnvloeden ze elkaar? Als het weglengteverschil gelijk is aan een veelvoud van een golflengte, dan heb je versterking en dat wordt constructieve interferentie genoemd. En als het een halve golflengte of anderhalf of 2,5 golflengte is, dan heb je verzwakking, oftewel destructieve interferentie. En dan kun je dus concluderen dat in A en B die destructieve interferentie aan de hand is. En dat betekent dus dat de golven van twee verschillende punten komen, hè, is een spleet, dus je hebt daar inderdaad een beetje afstand, en dat ze dan dus aankomen in punt A van twee verschillende plekken met een weglengteverschil van een halve golflengte. Punten, inzicht dat het weglengteverschil aanwezig is, constateer dat het hier blijkbaar is dat je een weglengteverschil hebt van een halve golflengte, eventueel met fasen, en inzicht dat daar een destructieve interferentie optreedt. Vervolgens gaan we naar een foton kijken. Ja, het foton dat komt hier vandaan, ja, met een bepaalde impuls. En hij zal hier dus afgebogen worden, ja, alle kanten op. En ze hebben dus hier ingetekend. En impuls blijft gelijk, maar impuls wordt veranderd van richting. Ja, dus die impuls is opgebouwd nu uit px en pi en gevraagd wordt, bereken die hoek. Nou, eerst eventjes de gegevens natuurlijk ook hier weer. De golflengte is gegeven en gegeven is de impuls in de x-richting. En gevraagd wordt, hoe groot is hoek alpha? Nou, hoek alpha, kijk in de figuur. Hoe kun je hoek alpha berekenen? Ja, daar begin je gewoon mee. Je begint dus in feite gewoon met een stukje wiskunde. Van, hey, alpha moet ik hebben. Hoe kan ik dat doen? Nou, px is gegeven. En dus moet ik p eigenlijk weten, want dan kan ik sinus gebruiken. Px doet p. En hoe bereken ik p? Als ik de golflengte heb, een golflengte, impuls, dan denk je meteen aan Broglie. Nou, lambda is h gedeeld p. Dus p is h gedeeld lambda. En alles invullen. H, constante van Planck, binas, golflengte was gegeven. En je krijgt dus dat impuls is, nou daar staat hij. En dus sinus alpha is die. En alpha is de inverse sinus ervan. En die is dus wel zwaar klein, maar hij is er wel. En dus je hebt hem berekend. De punten, inzicht dat je sinus moet gebruiken. Gebruik van Broglie. En tenslotte alles bij elkaar genomen. En je hebt weer 3 punten verdiend. Goed, de fotonen komen ergens tussen A en B terecht. De waarde van Px, deze waarde, dat is dus een afwijking van de impuls. En deze Px, die mag worden beschouwd als de onbepaaldheid in de impuls. Nou, dus Px is de onbepaaldheid in de impuls. En gevraagd wordt nou van, nou, als je de onbepaaldheid in impuls weet, hoe groot is dan de onbepaaldheid in de delta x? Ja, in de waarde x. En je moet gebruik maken van een onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Dus die delta p is gelijk aan px. Die heb je dus van de vorige keer nog. Daar staat die. En je gebruikt de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. En dat is deze. Nou, dan is het niet zo moeilijk om delta x te berekenen. Want ja, delta x is dan dat, ja, wat daar staat, hè. Je vult alles in, h, constante van Planck, p, ja, dat is die waarde, en je krijgt de waarde voor delta x. De volgende opdracht is,
Geef aan of die delta x die je net hebt berekend betrekking heeft nou op de breedte van de spleet, deze afstand dus, of op deze afstand. Nou, we gaan weer even naar Heisenberg toe, dus Heisenberg. En die impuls, ja, die impuls, die zal natuurlijk, ja, dit stukje, die heeft betrekking op die spleet. Ja, die wordt hier, wordt die in feite gecreëerd. Dus als dat bij de spleet hoort, hoort ook delta x bij de spleet. Dus het hoort niet bij AB, maar bij de spleet. En tenslotte de laatste opdracht die bij deze vraag hoort. Wat gebeurt er met die afstand AB als je de spleet kleiner maakt? Nou, als de spleet kleiner wordt, dus je maakt de afstand kleiner, dan zal dus ook delta x kleiner worden. En weer Heisenberg. Ja, Heisenberg zegt van, nou, dan moet dus delta p wel groter worden. Want als de een kleiner wordt, wordt de ander groter. En dus wordt de hoek alpha ook groter. En daarmee ook de afstand AB. En dat is deze vraag, even de punten weer. Gebruik van Heisenberg. Nou, in principe zou je het eerste punt natuurlijk altijd moeten hebben. Die heb je eigenlijk altijd alleen opgeschreven. Computeren van een berekening van delta x moet ook geen probleem wezen. Dan heb je al 50% van alle punten. Die andere twee, ja, dat is wel een inzichtsvragen. Hè? Maar toch, moet ook wel kunnen, lijkt mij. En daarmee heb ik deze hele vraag alweer gedaan. Bedankt voor het horen en tot horens.